Ik ben weer bij een geweldige locatie, het hoofdkantoor van ABN AMRO. En we gaan vandaag ook weer een aantal mensen bedanken die zich ontzettend inzetten voor gelijke kansen in de samenleving. Er zijn duizenden, tienduizenden, misschien wel miljoenen mensen elke dag weer bezig met hun omgeving. Elke dag weer het juiste willen doen. En dan is het zo mooi dat je een aantal mensen die heel speciaal zijn geweest en nog steeds zijn voor ABN AMRO, voor de ABN AMRO Foundation, de samenwerking, dat je die even in het zonnetje mag zetten. Ik heb altijd gedroomd van de gouden bal, toen ik dacht dat ik nog een goede voetballer zou zijn. Maar dit is net zo eervol, denk ik. Deze mag er ook zijn. Ja, zeker. Als kinderen opgroeien in een arm gezin, doen ze minder goed op school. En dat ligt niet in hun verstand, maar aan de kansen die ze krijgen. En het Jeugd Educatiefonds wil dat ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen. Ook kinderen die opgroeien in armoede. Eigenlijk gaat het over optimale ontwikkeling van ieder kind in Nederland. Hè? En daar staan we allemaal voor. Maar dat kun je als ministerie alleen niet, als school alleen niet. En je hebt eigenlijk een breed maatschappelijk veld nodig. En wat ik heel tof vind is dat de foundation van ABN AMRO daar op een hele fijne manier een bijdrage aan levert door de dingen die goed gaan in het land te versterken en te helpen opschalen.